Gisteren was het weer Koningsdag 2024. En mijn god, je kan je toch niet voorstellen eigenlijk dat dit nog iets is in Nederland in de 21ste eeuw. Ik bedoel, zo ongelooflijk. Nederland op zijn kleinst echt, weet je. Echt Nederland op zijn knullerigst en kleinst. En het is zo ik vind het zo om je kapot te schamen. Echt niet normaal. Dat dit nog gewoon een ding is. Het is echt. Ik heb er gewoon geen woorden voor. Ik heb er gewoon echt geen woorden voor. Hoe stomzinnig dit is. En ik zou je zeggen. Ik ben echt republikein. Door de wol geverfde republikein. Nederlandse republikein. Dat betekent dat ik ga voor de republiek. En het interesseert me verdomme niet wat jij zegt. Als je alleen een klant bent. Het interesseert me gewoon niet. Echt, het interesseert me gewoon niet. Want ik kan namelijk gewoon niet een koning gaan aanmoedigen. Niet aan de zijlijn staan en een koning aanmoedigen en zijn gezinnetje. Die gewoon parasieten zijn op de Nederlandse staat, op de Nederlandse bevolking. Want zo simpel is het. Zo simpel is het. Dat zijn ze. En ze zijn constitutionele parasieten, grondwettelijke parasieten. Want als je namelijk, en dit heb ik trouwens ook al uitgelegd, ik heb er een hele video over gedaan waar ik dit heb laten zien trouwens. Als je in de grondwet kijkt, in artikel 40 bijvoorbeeld, dan staat er dat de koning en zijn gezinnetje, die trouwens al voor miljarden en miljarden op de bank hebben staan, die zijn echt niet arm, dat die van inkomstenbelasting zijn vrijgesteld. Waarom? Who knows? Wie kan het zeggen? Echt, dit is oneerlijkheid is namelijk in de Nederlandse staat ingebouwd. Oneerlijkheid. Onrechtvaardigheid. En ja, dus ook discriminatie. Want de hele Nederlandse bevolking wordt gediscrimineerd op deze manier. Tegenover de koning, die dus voorgetrokken wordt. Dat is allemaal ingebouwd in ons Nederlands staatsbestel. En ik vind dat ik vind het zo stupide. Zo stupide. Dat mensen dan daadwerkelijk langs de weg gaan staan. Nu waren er niet heel erg veel blijkbaar de afgelopen gisteren. Echt, deze Koningsdag was verrassend stil, laten we zeggen. Nou, zijn alle Koningsdagen van de laatste jaren, die worden steeds stiller en stiller en stiller en stiller. Je ziet dat mensen afhaken. Steeds meer mensen afhaken. Maar goed, ze weten altijd nog wel een paar maloten op te trommelen. Die in een oranje t-shirt langs de rand van de weg willen gaan staan. En dan willen zwaaien van, oeh, kijk. Wat bedoel, kom op zeg. Hé. Hey. En dan ga je naar iemand zwaaien. En dan ben je blij dat iemand je gezien heeft die net jouw geld dus heeft afgenomen. Die letterlijk elke minuut dat die koning is van jou aan het stelen is. Omdat hij geld krijgt dat jouw belastinggeld is. En dan ben je aan het zwaaien, ja? Echt, dit is niet zinnig. Dit is niet zinnig. En ik ben een republikein daarom ook. Echt waar. Ik heb geen enkele behoefte. Ik heb geen enkele behoefte. Om ook maar. En ik mijn enige in het koninkrijk. Daar heb ik gewoon geen behoefte aan. Dat is. Ik vind het. Dat is zo ongelooflijk. Zo ongelooflijk misselijkmakend. Echt. Hashtag fok de koning gewoon, weet je. Zo simpel is het gewoon. Hashtag fok de koning. We hebben hem al eerder voorbij zien komen de afgelopen jaren en jaren. Want steeds meer Nederlanders zijn die oranje namelijk spuug en spuug zat. Dat mogen duidelijk zijn. Spuug en spuug zat. Het wordt gewoon tijd dat we dat werk serieus over de Nederlandse Republiek gaan doen. Zo simpel wordt het gewoon. Weg met de oranjes. Het kan wel natuurlijk. Het wordt hartstikke simpel juist. Hartstikke simpel. We hebben echt die gozer die doet al niks namelijk. Die int alleen. Die int geld. En daar verder doet hij niks. Het is daadwerkelijk niet moeilijk om iemand te vinden die exact hetzelfde kan doen wat hij doet. Voor zijn dagelijks brood. Omdat hij namelijk niks doet. Behalve eigenaar zijn van gigantische hoeveelheid landerijen en land en geld en eigendom en weet ik veel wat. Allemaal al die dingen. Ik bedoel, die boeren goed op de. Die teren goed op de staat, op de schatkist. Maar goed, zoals ik heb gezegd, ik ben al eigenlijk mijn hele leven ben ik gewoon een door de wol geverfd republikein. En dat ben ik ook. En dat ben ik al sinds ik ongeveer 8 jaar oud was. Echt, ja.
Ik bedoel, ik kan me nog herinneren dat mijn tante me ooit eens naar naar Den Haag meenam om naar de Gouden Koets te kijken. En dat was toen nog met Beatrix, want zo oud ben ik natuurlijk wel. En ik stond daar, ik kan me nog herinneren dat ik daar tussen die menigte stond met een oranje vlaggetjes en weet ik veel wat. En dat iedereen uitzinnig te gillen waren als die Gouden Koets langskwam lopen met die oude mevrouw erin die dan met haar handje zwaaide, zwaaide. Echt, keek niet eens naar mensen, gewoon zwaaien automatisch op de automatische piloot. En iedereen die daar blij van werd om de een of andere reden, omdat iemand die heel erg veel geld heeft in een Gouden Koets zodat langs kwam rijden. Omgeven door lakeien in een Gouden Koets om te laten zien hoeveel rijker zij was dan jij eigenlijk. En dan ga jij daar staan en zeggen van, oh, dat is zo geweldig. Het is zo geweldig. Nee, dat is fuck dat man. Fuck dat man. Fuck de Oranjes. Echt waar, niet normaal. De Oranjes, nee, dat zijn echt de grootste parasieten van Nederland. Dat zijn werkelijk parasieten. En dat zie je ook. Ja, kom op zeg. Dat zijn parasieten die hebben miljarden op de bank staan. Miljarden op de bank staan. Zoveel miljarden dat niemand precies weet hoeveel ze op de bank hebben staan. Maar blijkbaar is het geen probleem dat zij wel miljarden hebben, maar dat andere mensen dus wel, weet je wel, wel corrupt zijn en wel geld hebben. En bijvoorbeeld, weet je, een uitkering hebben. Daar wordt wel over gekregen over mensen die een paar honderd euro per week krijgen of een paar duizend euro per maand krijgen. Daar wordt wel over geklaagd. Maar tegelijkertijd deze Oranjes, die echt miljarden euro's aan staatssteun al hebben gekregen en nog steeds ontvangen, miljoenen, om hun eigen kroondomeinen te onderhouden, waarop niemand eigenlijk mag komen, behalve zij. Waar ze dus miljoenen euro subsidie nogmaals van krijgen, bovenop het geld dat ze al belastingvrij krijgen. Dat is wel normaal. Ik bedoel, kom op zeg. Kom op zeg. Ik bedoel, ja, nee man. Nee. Het komt er niet. Het komt er niet doorheen bij mij. Dus daarom, dat ik sinds gisteren ook op eigen autoriteit, uit naam van mezelf, Koningsdag heb omgedoopt tot Dag van de Republiek. Dag van de Republiek. Ja. Elk jaar Dag van de Republiek. Fok de koning. Fok de koning. Dag van de Republiek. En zo komen we er wel. Zo komen wij er wel. Dus, weet je wat? We verzorgen dat dit gewoon volgend jaar echt. Echt de dag van de Republiek. Ik bedoel, ik heb mijn t-shirt al klaarleggen. Ja. Ik ga mijn t-shirt al. Ik ben gewoon met mijn Republikeins t-shirt. Heb ik al laten zien. Boeit mij niet wie er iets over zegt. Het boeit me echt niet als je daar aanstoot aan neemt. Want ik neem aanstoot aan het feit dat jij aanstoot neemt. Aan het feit dat ik daadwerkelijk tegen corruptie en tegen diefstal en tegen nepotisme ben. Daar neem ik aanstoot aan. Dus als jij oranje klant bent, ja, jammer dan. Het boeit me echt niet. Boeit me echt niet. Dus wat ik. Maar dus wat ik zeg. Laat ervoor zorgen dat volgend jaar Koningsdag. Dat een echte dag van de Republiek wordt. Echte dag van de Republiek wordt. Met ieder zijn eigen t-shirt aan. Republikeins t-shirt aan. Met je Republikeinse petje op. Met een Republikeins rood, wit en blauw. Fok oranje. Rood, wit en blauw. Dat zijn de kleuren van Nederland. Oranje is niet de kleur van Nederland. Rood, wit en blauw, dat is de kleur van Nederland. Dus laten we daarvoor gaan. Volgend jaar, Dag van de Republiek. Dag van de Republiek. Dag van de Republiek. Laten we dit doen.